Stuur dit bericht naar een man die opeens stopt met appen. Dit komt helaas heel veel voor dat je leuk contact hebt met een man en dat je van de een op de andere dag niks meer van hem hoort. Misschien voorheen dat jullie wel dagelijks contact met elkaar hadden en nu ineens appt hij niet. Nou, in deze video wil ik het hebben over wat je naar een man wil sturen in zo'n situatie om ervoor te zorgen dat je direct duidelijkheid hebt en weet waar je aan toe bent. Het hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat er gelijk iets helemaal mis is of dat hij als een interesse verloren is. Maar het is wel belangrijk dat je voor jezelf uitvindt waar je staat. Al is het alleen maar om te voorkomen dat je jezelf helemaal gek maakt door alle onzekerheid die bij komt kijken. Als iemand die jij leuk vindt en die jou leuk lijkt te vinden opeens van het een op andere moment het contact verbreekt. Maar ten eerste, als je in zo'n situatie zit, het allerbelangrijkste wat je in je achterhoofd wil houden is: maak jezelf niet het probleem totdat hij zegt dat het aan jou ligt. Het is namelijk. Heel natuurlijk en heel menselijk. Zeker als je al de neiging hebt om wat onzeker te zijn. En daarnaast ook zelfs de meest zelfverzekerde mensen op het moment dat ze verliefd zijn, worden nu eenmaal een stuk onzekerder. Dat hoort een beetje bij dat proces. Het is heel normaal om heel onzeker te worden op het moment dat je niet de bevestiging krijgt van die andere persoon. Dat je belangrijk bent en dat je gezien wordt. En dat die andere persoon jou ook leuk vindt. En daardoor kan het heel natuurlijk zijn dat je automatisch gaat denken van hey, het ligt aan mij op het moment dat hij even wat minder appt dan dat hij dat voorheen deed doe dat alsjeblieft niet het is namelijk net zo goed waar dat mannen het ook echt wel eens een keer heel erg druk hebben dat er misschien ook echt wel even iets in zijn leven speelt ...waardoor het belangrijker is dan voorheen. Er zijn echt wel redenen waarom een man minder hebt... ...die helemaal niks met jou te maken hebben. En alle energie en tijd die je er nu gaat steken in nadenken over... ...wat is de laatste keer dat we elkaar zagen gebeurd? Heb ik iets verkeerds gedaan? Misschien een hele film afspelen van de laatste date die je gehad hebt. Als je zelf extra gek wil maken, nog een paar vriendinnen erbij halen... ...om extra input te hebben over andere dingen die je mogelijk fout gedaan hebt. Je kan jezelf ongelukkig piekeren zonder dat het echt nodig is, of zonder dat het ook zinvol is. En in werkelijkheid doe je je daar zelf veel te kort mee. Het is dus veel beter om ervan uit te gaan dat het niet aan jou ligt. Totdat hij daadwerkelijk als hij zegt. Hey, ik vind jou niet leuk meer, dan is het duidelijk. Maar tot die tijd heeft het geen enkele zin om jezelf helemaal gek te maken met al die gedachten. Wat je wel wil doen als een man wat minder hebt dan voorheen, is die energie. Een beetje matchen met hem. Als hij geen berichten meer naar jou stuurt, ga dan niet allemaal berichten naar hem terugsturen in de hoop er maar een reactie op te krijgen. Het is sowieso een hele goede vuistregel in de liefde. Zoveel mensen zouden zoveel gelukkiger zijn en zoveel narcisten of foute mannen zouden trouwens dood eenzaam zijn op het moment dat mensen de vuistregel aanhouden van: ik steek niet meer energie in jou dan dat jij in mij steekt. Dus in het algemeen, als je merkt van hé, hij steekt minder energie in het contact, dan steek jij ook minder energie in het contact. Dus hij zoekt geen contact meer, dan blijf je niet meer contact die kant opzoeken. Er is maar één uitzondering en die uitzondering is na vijf dagen. Als je na vijf dagen nog steeds niks van hem gehoord hebt, dan is het goed om even te gaan kijken: van, hé, wat is de situatie hier? En dan kan je één bericht naar hem sturen en dat is als je ja, aan de volgende voorwaarden voldaan hebt. Kijk goed naar jullie contact en vraag jezelf af of het zou kunnen dat hij denkt dat je hem negeert. Misschien kan het zo zijn dat hij denkt, hé, hey, iedere keer moet ik uit mezelf het gesprek beginnen. Ik heb het best wel vaak gezien in gesprekken die dan niet helemaal lekker lopen. En dat de man denkt, hé, hey, het moet iedere keer van mijn kant komen en hij doet dat twee weken en... Na die twee weken denkt hij van hé, hey, wat nou als ik niet uit mezelf contact zoek, zoekt zij dan contact met mij op? Hij doet dat misschien vanuit onzekerheid en dat hij zoekt naar wat bevestiging. En die vrouw aan de andere kant denkt dan hé, hey, hij zocht iedere dag contact met mij, nou doet hij het niet meer, is er iets fout gegaan, etc. Dus kijk, eerst even, zou het kunnen dat jullie allebei gewoon geen energie erin gestoken hebben? Misschien is het omdat je inderdaad die energie gemixed hebt van hem, van hij doet niks, dus ik doe ook niks. Als het duidelijk is dat de laatste bericht wat je hem gestuurd hebt een vraag is en je hebt er geen antwoord op gekregen, dan stuur je hem dit bericht. Dit bericht is heel simpel: hé, hey, ik heb al een paar dagen niks van je gehoord, gaat alles wel goed met je? De reden dat dit bericht zo goed werkt, is omdat het eerste wat je doet, is, je benoemt de olifant in de Kamer van hé, hey, ik heb een paar dagen niks van je gehoord. Dus je hebt hem niet vanuit het niks met hey, alles goed. Je laat hem weten van hé, hey, ik heb gemerkt dat je geen contact met mij zocht. Daarnaast gaat alles wel goed met jou. Daarmee laat je het helemaal bij hem. Het komt heel zelfverzekerd over. Wat je dan eigenlijk zegt is van hey, het feit dat jij geen contact met mij zoekt, ...wekt de indruk dat er wel iets mis met jou moet zijn... ...want wie wil er nou tenslotte geen contact met mij? Op die manier kom je veel zelfverzekerder en veel sterker over... ...dan dat als je zou zeggen... hey, heb ik misschien iets verkeerd gedaan? Uh, hey, is er iets mis? Of uh, ik dacht dat je me leuk vond, wat is dit? Of erger nog dat je jezelf woest maakt met van... ...hé, hey, wat ben je nou een eikel dat je al niks van je la laat horen, et cetera... ...en zo wordt alle schepen achter je verbrand. Je geeft hem de kans om uit te leggen... Waarom er even geen contact is geweest, en misschien is het gewoon simpelweg zo dat zijn hoofd er even niet naast stond of dat er even iets gebeurd is in zijn leven. En je geeft hem de kans zonder dat hij het gevoel heeft dat je over hem gaat oordelen. Om uit te leggen wat er daadwerkelijk aan de hand is. En hij geeft je gelijk duidelijkheid over de situatie, over waar je in zit. Mocht hij nou op dit bericht nog steeds niet reageren, dan is het redelijk duidelijk. Dan is het ofwel zijn interesse is voorbij, hij heeft iemand anders ontmoet, of hij heeft gewoon besloten dat het tussen jullie twee niet gaat werken. En in dat geval kan je maar het beste gewoon je verlies nemen en doorgaan naar de volgende. Dan is deze man duidelijk in ieder geval niet geschikt voor jou. Ook hier weer, het heeft niet heel veel zin om hem te gaan vragen om een soort exitgesprek met je te hebben. Over wat je wel of niet goed en fout gedaan hebt. Want de kans dat hij daar eerlijke of rechtdoorzee antwoorden op geeft is ontzettend klein. En zelfs al, al geeft hij je een uitleg over waarom hij geen contact meer wil, dan zal hij dat zo. Inpakken in pak papier. Het vrees eigenlijk om jouw gevoelens te, te beschadigen. Of om iets verkeerds te zeggen. Of om te erkennen dat hij eigenlijk zelf een ongelofelijke lul is. Hoe dan ook, dat heeft niet zo heel veel zin. Dus als hij dat bericht negeert, dan is het wel klaar. Maar mocht het nou zo zijn dat het gewoon iets heel onschuldigs is. En dat komt net zo vaak voor. Dan geef je hem ook gelijk de kans om het uit te leggen. Geef je de kans om het contact weer te hervatten. Zonder dat je gelijk heel wanhopig of heel behoeftig of heel onzeker overkomt. Omdat je alles verder helemaal bij hem laat. En dat je ervan uitgaat van, hé, hey, het feit dat we geen contact meer, meer hebben, zal wel aan jou liggen. En je blijft op die manier in ieder geval spannend en aantrekkelijk... ...en je communiceert niet naar hem van... ...hé, hey, je kan mij dagenlang negeren en ik blijf toch wel mijn best doen. En dat is misschien ook wel het laatste wat je in je achterhoofd wil houden... ...als dit een keer voorkomt. En zeker in een prille relatie, want dat gebeurt gewoon. Soms gebeuren er dingen in je leven dat je hoofd even er helemaal niet naar staat om te daten... ...en dat heeft dan even helemaal niks te maken met die persoon ook waar je contact mee hebt. Als je nog maar net contact hebt met iemand... ...dan ben je nog niet zo geïnvesteerd in die andere persoon... ...en dan... Kan je die persoon best hartstikke leuk vinden, maar heb je het gewoon even druk met andere dingen of andere zaken? Dat geeft verder helemaal niks. Maar op de lange termijn, als je merkt dat een man dit vaker doet en die dus vaker dagen van de radar verdwijnt... dan is het ook heel goed en heel gezond om voor jezelf een grens te stellen... en te zeggen van, hé, hey, ik ben niet het type vrouw dat dagenlang genegeerd mag worden. Dat wil ik simpelweg niet in een partner. Daarnaast is het ook goed om je in je achterhoofd te houden... dat mannen die de neiging hebben om dagenlang van de radar te blijven... vaak niet de meest zuivere figuren zijn. Vaak niet maar één vrouw tegelijkertijd daten. Vaak niet de mannen zijn die echt heel erg geïnteresseerd zijn in jou... Het zijn veel vaker mannen die bij je terugkomen als ze even niets of niemand beters te doen hebben. Of als ze simpelweg even wat aandacht nodig hebben en je op een of andere manier gebruiken voor iets wat ze nodig hebben. Dan wel fysiek of emotioneel van een partner. Dus bij dat soort mannen kan je maar het beste gewoon wegblijven. Die mannen zijn namelijk een van de zeven type mannen die gewoon simpelweg niet deedwaardig zijn. En die alleen maar tijd en energie verspillen. En die de kans dat je de ware tegenkomt in de weg zitten en alleen maar afleidingen zijn op het pad daar naartoe. Als je wil weten wat de zeven soorten mannen zijn die je het best kunt vermijden, bekijk dan deze video hier. Daarin vertel ik je precies wat voor soort mannen nooit serieus zijn en die simpelweg een verspilling van tijd zijn. En als je kunt leren om die mannen eruit te filteren, dan is de kans dat je de juiste man tegenkomt een stuk groter.